Ja, de Europa Run is een feestje in Willemstad. Voor het tweede jaar doet de loop deze mooie vestingstad aan. Ja, het strand op een van Moerdijk, hè? Mooie prachtige boten liggen nu in de haven. Het ligt helemaal vol. De team, we hebben redelijk weer. Dus ja, helemaal mooi. Lekker bezig jongens. Laatste stukje. Kom op hè. Zaterdag zijn de teams al vertrokken in Parijs. En ze moeten nog ruim 35 kilometer naar Rotterdam. Een helse tocht dus die dag en nacht doorgaat. Voornamelijk op een gegeven moment heb je geen meer idee van welke tijd je leeft eigenlijk. Je zit op het gekste moment zit je te eten en te drinken. Ja, dus op 9:30 's morgens zit je aan de spaghetti bolognese. Ja, er zaten wel wat zware stukken tussen. Zeker als je de nacht ingaat, je bent moe, je hebt weinig kunnen slapen. Er zitten wat geblesseerden tussen. Dus ja, dan heb je soms wel eventjes je dipje. En dan zorg je als team zijnde dat je elkaar er gewoon doorheen sleept. En daarvoor zijn er natuurlijk ook nog de supporters langs de zijlijn. Die de Roperum soms ook best serieus nemen. Ik kom uit Halsteren en ik ben begonnen richting Hoogrijden. Om 3:15 vannacht, Bergen op Zoom, Halsteren, Lepelstraat, Steenbergen, Dinteloord. Nu sta ik in Willemstad en ik schuif zo op naar richting Rotterdam. Ik vind de hele gedachtegang erachter en dat je met elkaar zoiets doet, vind ik prachtig. En er zijn ook gewoon toeschouwers nodig. Precies, en ook sponsoren. Dit jaar werd er weer zo'n 2,7 miljoen euro opgehaald.